Bokstelaar Michael van Gerwen is een serieuze titelkandidaat op het PDC WK Darts. En dat begint vrijdagavond. Na een topjaar vrezen de concurrenten allemaal voor Mighty Mike. Van Gerwen won dit jaar het World Grand Prix toernooi en werd tweede tijdens het Grand Slam of Darts kort geleden. Michael, goedemiddag. Goedemiddag. Ga je dit WK door de successen, zeg maar, het heel anders in of niet? Ja, tuurlijk. Je zelfverwachting gaat natuurlijk omhoog. Ik heb afgelopen jaar hele goede prestaties neergezet en ik sta lekker te gooien. En natuurlijk verwacht je dan een mooi resultaat op een WK van jezelf. Maar het is niet al te makkelijk. Je moet er een hoop voor doen en komt niet zomaar aan waar je al die overwinningen. Nee. Het World Grand Prix toernooi en de Grand Slam of Darts, dat zijn twee van de grootste toernooien bij PDC. Kijk je nog wel eens terug op die successen? Ja, tuurlijk. Het is altijd mooi om herinneringen over te houden. Maar het is nooit dat ik de wedstrijd terug ga kijken of in die geest. Het is de volgende keer is toch weer een andere wedstrijd, een andere tegenstander, een ander podium, ander land. Het is niet zo dat je terug gaat kijken van of je nog technieken kunt verbeteren of anders staan of anders gooien. Nee, dat spreekt voor zich bij ons. En daar is geen verandering mee. Stel als iemand een bal in kruising wil schieten, daar is ook maar één techniek voor. En zo geldt dat voor ons ook. En ja, je moet gewoon zorgen dat je helemaal top voor bent, dat je vol geconcentreerd en ja, dat je er klaar voor bent. Dat je alles eraan hebt gedaan om een goed resultaat weg te zetten. Ja. En dat is belangrijk. Is de houding van andere spelers ten opzichte van jou veranderd? Ja, van andere spelers wel. Ten opzichte van anderhalf jaar geleden. Toen dacht ik nog aan Michael. Ja, die pakken we wel, maar het is nou een ander verhaal. Nu kijken ze allemaal uit voor me. Ik sta hard, ja, omdat ik gewoon in goede doen ben. Ik kan van iedereen winnen op het moment. Ja, dat is gewoon een heel fijn gevoel natuurlijk. Van Michael naar Mighty Mike eigenlijk, hè? Ja, dan niet alleen natuurlijk. Het is gewoon alles bij elkaar. Het is een hele mooie ervaring deze afgelopen jaar. Mijn beste jaar ooit. Ik hoop dat ik er nog een paar achteraan kan pakken. Ja, dat hoop ik ook. Merk je dat de aandacht van het publiek voor dart weer toeneemt? Ja, natuurlijk. RTL die zendt steeds meer uit. Dat is ook alleen maar positief natuurlijk. Overal waar tv bij betrokken is, is goed voor de sport. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Nou, wellicht goed voor de sport. Hè? Het geeft kijkers plezier, het geeft publiek plezier. Ja. Maar misschien ook als je aan sponsoring denkt. Ja, tuurlijk. Zeker. Zolang het niet op tv komt, krijg je geen sponsors. Zo werkt dat. En je moet gewoon goed doen op tv-toernooien. En dan komt het vanzelf aan macht. Eerlijk is eerlijk. We zitten niet in de makkelijkste tijd. Dus overal wordt het bezuinigd. Dan zal het ook bij mij moeten. Ja. Even naar het WK-toernooi. Is dat het mooiste toernooi om te winnen? Ja, natuurlijk. Over 30 jaar weet nog iedereen nog steeds wie de wereldkampioen is geweest. En dat zou een hele mooie op mijn lijstje zijn. Ja, en jij moet het opnemen tegen Paul Lim uit Singapore. Of tegen de Maleisiër Motor Latif Soephoop. Ken je die? Nee, die ken ik niet. Maar die andere wel? Ja, die andere wel. Paul Lim. Ja, die dacht al langer als ik oud ben. Dus, hij heeft de eerste 39, ja, denk 25 jaar geleden op de leeks uitgegooid. Ja, best. En dan kun je natuurlijk wel wachten, maar intussen hij is ook volgens mij al 65 jaar oud. Ja, dus. Mighty Mike. Zal ik mee gaan beginnen, dan kan hij gelijk terug. Ja, is het voor jou, fijn om zo'n duel een beetje relatief makkelijk te beginnen? Of heb je liever geduchte tegenstanders dat je beter in het toernooi komt? Ieder voordeel heeft ook zijn nadeel natuurlijk. Als je tegen de eerste speler die je van een goed kaliber van wint, geeft je meer voldoening natuurlijk. Maar ja, aangezien ik eentje speelde, ja, ze kunnen wel goed darten, dan staan er niet voor niks. Maar waar ik in principe van moet winnen, dan wordt het toch al wat anders. Dan hecht je niet zo heel veel waarde aan als dat je van een andere geplaatste speler wint of zo. Nee, ja, concentratie zei je straks al, dat het belangrijkste is, je moet er sowieso staan. Ja. Doet nog een Brabander mee, dat is Gino Vos uit Os. Ken je hem? Ja, ik ken hem heel goed. Ik heb hem nog in de jeugd gespeeld en vroeger competitie samen met hem. Hele goede jongen en een goede darter natuurlijk. Twee goede darters. Heel veel succes. Dank je wel. En maar wacht af wie kampioen wordt. Ja, ik hoop het. We zullen zien. Succes. Dank je wel.